De vlieger, ruim 400 jaar oud. En hij is aan vervanging toe, althans het dak. Dat is bijna gepiept, we gaan eens een kijkje nemen. En we zijn op het ogenblik met de kap bezig om het rietdek te vernieuwen. En het rietdek zat er 50 jaar op volgens de molenaar. En het was inmiddels zo dun geworden, dan slaat het door als het ware. Ja, dan moet er een nieuwe kap op komen. Ja. En dan gaan de flanken ook nog komen, of hoe wordt dat genoemd? Nou, dat noemen ze de velden. Dat zijn de velden. En dit is een achtkant, dus 8 velden. Mm-hmm. Dat noemen we het achtkant van de molen. Die andere kant die hebben we, denk ik, 15 jaar terug al vernieuwd. En nu zijn nog deze zomer zijn deze 4 aan de beurt. En dat ze toen wel anders aanpakken. Want wat voor stellage staat hier achter jou? Daarmee wordt het riet naar boven gebracht? Dat is een lift, is dat. Daar kunnen we onze materialen mee naar boven vervoeren. Ja. En zijn jullie ook gespecialiseerd in molens? Of maakt het jullie niet zo uit? Wij zijn echt al 44 jaar bezig in de molens. En wij werken, ik kan wel zeggen, vanaf Kinderdijk tot aan de Zaanse Schans. En hoe komt het dat je daarin opgegroeid bent? Ben je in de molen? Een oom van ons die was rietdekker. Ja. En wij waren twee jonge jongens met mijn broer samen. Want wij zijn de gebroedersvisser. Ja. Maar die oom die stopte ermee. En mijn broer die werkte al bij hem. En toen ben ik er een jaar later bijgekomen. En toen kwam op een gegeven moment uit Oud-Aden. Dat was rietdekker Opdam. Mm-hmm. En die werkte al in de molens. En die kwam bij ons aanwaaien. En hij zegt, joh, twee jonge jongens. Hup in die molens. Nou ja, wij waren net begonnen met ons eigen. Dus we hadden er wel zin in natuurlijk. Ja. En dat was in 1980. Was dat. En die hebben ons helemaal wegwijs gemaakt toen. Want het was echt, dat was een op- en top vak, man. Ja, wat maakt het zo speciaal? Waar moet je echt heel goed op letten? Nou, je kunt wel zien, het is natuurlijk steil. Dus je moet veel vaster binden dan op een woning. Als je natuurlijk een woning neemt, dan legt het, of dat riet, dat leg je erop. Dus dat blijft gewoon liggen als het ware. Mm-hmm. Maar een molen is natuurlijk steil. Dus je betekent gewoon bij een molen moet je als rietdekker moet je zorgen dat echt vast zit. Inmiddels bovenin de kap van de molen. Je kan wel zien aan de kap zelf dat die vernieuwd is. We hebben het oude rietdek verwijderd en afgevoerd. En dan kijken we eerst al het houtwerk na. Deze latjes, dat noemen we de rietlatjes, die waren allemaal heel slecht na 50 jaar. Dus die hebben we vernieuwd. En ik kan meteen zien hoe die binding zit. Want het riet is allemaal gebonden met touw. Een speciaal touw is dat. En allemaal steekjes touw. Maar hier kan je zien dat het riet en zo'n kap, die moet echt gigantisch goed vast zijn, zitten. Want als zo'n molen draait, dan staat zo'n kap altijd een klein beetje te schudden en te trillen. Dus dat betekent ook dat riet moet natuurlijk heel vast zitten. Anders is het natuurlijk zo, ligt het zo weer beneden. Ja. En waar zijn jullie nu mee bezig hierboven? Nou, we zijn boven aan het de dekplanken erop maken, want de rietdekker is bijna klaar. En dat zit dan boven op de kap, zitten 3 planken. Op een huis zitten de vorsten, zeg maar, vorstpannen, maar op een molen zitten de dekplanken. De molenmakers, de meeste molenmakers, die zijn ook molenliefhebbers. Daar begint het mee. En dan ga je werk zoeken en dan kom je in de molens terecht. Of molenaren, maar dat is een beroep, dat bestaat bijna niet meer, zeg maar, beroeps. Maar molen maken wel. Maar er is zelfs nu zijn er slecht jongens te krijgen, te vinden die dat willen gaan doen. Heel, heel vreemd is dat, maar dat is wel zo. Toen ik jong was, toen stonden ze met in de rij om molenmaker te worden. Maar molenaar en molenmaker, het weer en dan ook het werk met hout en alles, dat is toch een mooi iets natuurlijk. Ik hoorde net boven zeggen dat de jeugd maar moeilijk te vangen is voor molens, maar jou hebben ze te pakken. Ja, ik heb foto's op Facebook gezien. En ik dacht, misschien is het leuk werk om te doen. Mijn vader die kende de man, of mijn baas. Dus zo een beetje zijn we in contact gekomen. Ja, en nu ben jij leerling rietdekker. Ja, ik ben nu half jaar bezig. Mm-hmm. En ik probeer eigenlijk heel het vak te leren. En dat is wel leuk. Het is wel leuk. Het klinkt nog niet echt helemaal. Het is wel spannend werk. Ja. En als je klaar bent, dan je hebt altijd wat moois om naar te kijken. Zeker. En het is een hoop werk. Maar het is ook wel. Je leert een hoop. Dus.
En jij kan hier wel mee oud worden met dit beroep. Vind je wel leuk? Oh, ik zou het sowieso wel een paar jaar kunnen doen. Want ik deed eerst een andere opleiding en daar was ik eigenlijk gauw klaar mee. Maar nou vind ik dit leuk, dus dit ga ik een beetje vervolgen. Ja. En ben je blij dat het opgeruimd of opgeknapt wordt? Nou, ik heb zelf meegemaakt op de oude plek dat de kap nieuw gemaakt is. En nou goed, die hebben eigenlijk overleefd. En nu hebben ze, gezien de leeftijd, besloten om een heel nieuw dakje te maken. En hoe zie je dat dat aan een vervanging toe is? Is het dan, waait het dan boven of beginnen er toch plekken te komen? Ja, dat moet je allemaal voor zijn. Je moet zien van de binnenkant uiteraard. Mm-hmm. Krijg je daar niet dat het doorlekt of zo. Nou, water in je molen is natuurlijk geen goede zaak. En je kan natuurlijk bepalen van nou, de dikte wat er is. En aan de hand daarvan kan je zeggen van hij heeft een opknapbeurt nodig. Dus dan stoppen ze op een gegeven moment riet ertussenin. Mm-hmm. En dan zie je ook bij de velden die nu aan de beurt zijn, zie je ook allemaal draden op zitten. En, want anders zou het spul wat je ertussen stopt zomaar weer uitvallen. En dan kun je weer opnieuw beginnen.